Ja, ik spreek vandaag met de beste Feyenoorder van vandaag. Maar daar koop je denk ik weinig voor als je puntverlies leidt, Erik Bottegien. Ja, zeker. Daar heb je niks aan als je deze doelpunt verlies vandaag. En dan speel je tegen Frans Sol. Dan heb je hem ook eigenlijk heel de wedstrijd in de tas. En dan weet hij toch een doelpunt te maken. Dat moet heel zuur zijn. Ja, zeker. Vooral dat je 1-0 voor stond. Dan moet je alles aan doen om de nul te houden. En dat hebben we niet gedaan. Hebben jullie de problemen niet een beetje over jezelf afgeroepen door een extra verdediger erbij te zetten? Een aanvaller eraf, waardoor je eigenlijk toch op die 1-0 gaat spelen en dan kan het misgaan? Nee, dat vind ik niet. Dan moet je, wij stonden voor en het was een keus van de trainer om een verdediger bij te hebben en meer verdedigen. Dan moeten we ook zorgen dat wij geen goals krijgen. Uiteindelijk worden jullie gevaarlijk uit standaard situaties. Daar komt het VAR-moment komt daarvan, de penalty. Jij kopt ook nog een corner op de lat, iets daarvoor. Hoe heb je het gezien? Vond je het ook een penalty? Ik heb echt niet gezien wat er is aan de hand was met Van der Heijden. Maar hij zei daar op dat moment, was 100% penalty. Dus ik ben blij dat wij vandaag de VAR hadden. Nu hebben jullie de laatste twee wedstrijden, hebben jullie in de slotfase nog die wedstrijd gewonnen. Hè? Nu gaat het mis. Maar hebben jullie niet te veel moeite met wedstrijden winnen, waardoor dit voor kan komen? Dat er dan op een gegeven moment nog een doelpunt tegenkomt en dat je puntverlies leidt. Want tegen Utrecht en Vitesse had het natuurlijk ook al mis kunnen gaan in de vorm van puntverlies. Ja, dat klopt. Ik denk dat we moeten eerst afmaken en niet wachten tot de laatste minuut. Maar de andere twee wedstrijden denk ik dat we hebben in de laatste minuut gescoord, maar wel goed gedaan, redelijk gedaan. Maar vandaag was het niet goed, dus ik neem niet meer kwalijk van vandaag. Ja, hoe komt het dat het vandaag eigenlijk niet liep, hè? En dat eigenlijk over 90 minuten misschien een gelijkspel wel verdiend is? Ja, moeilijk om iets te zeggen. Wij hebben alle voorbereidingen gedaan om kom hier en dit punt te halen. Maar af en toe lukt het niet en vandaag was het niet het geval. En nu staan jullie al 7 punten achter op de koploper, PSV. Lijkt een heel moeilijk verhaal te gaan worden, nu al, terwijl we pas in oktober zitten. Ja, maar het is nog steeds begin van het seizoen. We moeten nog heel veel wedstrijden spelen. En we moeten blijven geloven en vooruit kijken.